Hoi en welkom bij deze video. Ik ben Martine en vandaag bespreek ik het examen VWO 2023 eerste tijdvak, vraag 1 tot en met 7. En dat gaat over, moet ik spieken, Maarten van der Weijden die de Elfstedentocht zwemt. Altijd als je een examen begint, lees even dat stukje tekst wat aan het begin staat. Dus hoeveel vragen heb je, hoeveel punten kan je halen? Herinner jezelf er even aan dat je nooit meer uitleg moet geven dan wordt gevraagd. En dat je ook nooit meer, en dat je bijvoorbeeld als er om een berekening wordt gevraagd, dat je deze ook heeft. Detail, maar altijd handig om te doen. En altijd goed om je te realiseren, tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen. Nou, gaan we naar Maarten van der Weijden. Die heeft de Elfstedentocht gezwommen, dus dat is 200 kilometer lang zwemmen. Nou, dat doe je niet zomaar eventjes, daar moet je uiteraard voor trainen. Dat heeft hij dan ook gedaan. Hij deed dat om geld op te halen voor kankeronderzoek, een heel nobel doel. De eerste keer ging niet goed, maar hij kreeg toch zijn geld. En dat vind ik ook wel aardig van mensen. En de tweede keer heeft hij die 200 kilometer uitgezwommen. Ik vind het met de auto wel ver, 200 kilometer. Dus absoluut petje af voor Maarten van der Weijden. Hij heeft intensief getraind en zijn lichaam is voorbereid op uitzonderlijke inspanning. En dat is op weefselniveau te verklaren, want hij heeft meer rode bloedcellen. En de rode bloedcellen tellen als een weefsel, want het zijn cellen van hetzelfde type. Die samen één taak hebben. Maar ook op andere organisatieniveaus zijn als gevolg van training veranderingen opgetreden die leiden tot een vergroting van maximale zuurstofopname uit de lucht. Noteer zo'n verandering op orgaanniveau. Nou is dit een gedrocht van een zin, dit. Ik schrijf onder andere biologieboeken voor biologieles.nl en zo'n zin zou ik als eindredacteur een dikke streep doorheen zetten van dit is onleesbaar. Maar je moet het ermee doen op je examen. Wat staat hier nou in dit zinnetje? Je moet iets een orgaan noemen waar een verandering is geweest, waardoor je meer zuurstof kan opnemen uit de lucht. Er zijn een aantal dingen die gelijk bij mij dan opkomen. Oh, als ik heel veel getraind heb, dan vergroot je je longinhoud bijvoorbeeld. Nou, dat is echt een verandering van een orgaan. Of er zijn meer longblaasjes gekomen. In het correctievoorschrift stonden nog wel meer dingen, maar dat was de eerste waar ik aan moest denken. Even kijken, wat stond er allemaal in het correctievoorschrift? Nou, de diffusieoppervlak van de longen neemt toe. Nou, dat heb je als je longen groter zijn geworden. Het hart is sterker geworden. Die vind ik eerlijk gezegd best een beetje dubieus. Want het gaat over maximale zuurstofopname uit de lucht. Maar er wordt natuurlijk meer bloed langs de longen gepompt. Dus dan kan je ook meer zuurstof opnemen uit de lucht. Bij elke slag, het hartminuutvolume is toegenomen. Is eigenlijk hetzelfde als zeggen het hart is sterker geworden. Grotere vitale capaciteit is ook weer hetzelfde te zeggen als wat ik net zei. Maar dan met andere woorden. Dus dat was allemaal goed. Wat niet goed was, dan een hele lading opmerkingen bij deze vraag. Niet toekennen als je zegt grotere spiermassa. Want dat zorgt niet voor een snellere zuurstofopname. Wel dat hij zijn prestatie beter kan doen. Dus het is inderdaad zo, er is een grotere spiermassa. Maar daardoor heeft hij alleen maar meer zuurstof nodig. Maar het zorgt niet voor een vergroting van de maximale zuurstofopname. En ook niet goed was de ademhalingsfrequentie neemt toe. Dat is geen verandering van een orgaan. Dan ga je gewoon sneller ademhalen. Dat kan ik nu ter plekke doen. Vraag 2. Door de training is ook het aantal haarvaten in Maarten's skeletspieren toegenomen. Hierdoor kan in de skeletspieren meer aerobe dissimulatie plaatsvinden. Dus met zuurstof. Leg dit uit aan de hand van de wet van Fick. Dat ding gaat over oppervlakte en zo, die wet van Fick. Oh, hij staat in je binas ergens. Oh jee. Fick, wet van 83a. Oh, dat was heel dichtbij. Oh ja, daar staat hij zo helemaal onderaan weggemoffeld. En het gaat dus over de diffusiecoëfficiënt en wat gebeurt er nou allemaal. Er staat geen legenda bij, niks. Waarom die wet daar zo staat, ik blijf hem altijd erg lastig vinden, maar ik weet dat die over oppervlakte gaat. En er staat hier, door training van het aantal haarvaten in de skeletspieren toegenomen. Dus stel je voor, je hebt een skeletspier in zijn arm bijvoorbeeld, een spier. En in die spier zitten meer haarvaten. Dat betekent dat er een groter oppervlakte is waar zuurstof kan diffunderen. En dat was ook een van de goede antwoorden. Diffusieoppervlak is groter. Je kan ook zeggen, de diffusieafstand tussen bloed en spiercellen is kleiner geworden. Want er zitten naast meer spiercellen meer bloedvaten. Dus eerder zat er misschien naast de bloedcel X geen bloedvat. Maar er heeft nu meer haarvaatjes, dus nu loopt er wel een bloedvat. Dus dan heb je ook dat de diffusieafstand kleiner is geworden. En dan hebben we nog de diffusiesnelheid van zuurstof daardoor groter wordt. Dus je moest altijd ook een conclusie trekken, hè? De diffusiesnelheid wordt daardoor groter. Dus je kan meer zuurstof opnemen in een kortere tijd. En dan heb je dus meer aerobe dissimulatie. Dan krijgen we een tabelletje met type spiervezels bij vraag 3.
Spierwevels kunnen worden ingedeeld op type. In tabel 1 staan enkele eigenschappen van twee typen spiervezels. We hebben type 1 en type 2. Nou, daar staat iets over het aantal mitochondriën, de voorraad glycogeen, het myoglobinegehalte en de dichtheid van myofibrillen. En dan is de vraag, type 1 spiervezels zijn voor Maarten essentieel bij zijn zwemprestaties. Kies twee eigenschappen van type 1 spiervezels. Dus kies dan niet van type 2 een eigenschap type 1 spiervezels. En leg uit waarom die eigenschap functioneel is voor Maarten bij zijn Elfstedentocht. Ik neig er dan altijd naar om iets uit te kiezen wat ik goed ken en begrijp. De dichtheid van myofibrillen, ja, eerlijk is eerlijk, op het moment, ik zit niet zo in de stof, zegt me dat niet zoveel. Het myoglobinegehalte kan ik al iets meer mee en kan je ook het een en ander over vinden in je binas. Maar deze twee is zo'n basisbiologie, als je weet dat daar veel van is, dat dat iets doet met je prestaties. Voor Maarten is het natuurlijk super fijn als hij veel mitochondriën heeft. Want dat betekent dat er veel aerobe dissimulatie kan plaatsvinden, meer. En dat hij dus meer ATP vrij kan maken. En volgens mij zeiden ze het antwoordmodel nog iets waarom dat handig was. Oh, muis. Meer aerobe dissimulatie. Oh, ATP, dat was het. Glycogeen, ja, dat is je energievoorraad, de brandstof die je hebt. Nou, is voor Maarten natuurlijk ontzettend handig om glycogeen op voorraad te hebben, zodat hij dat kan verbranden. Want die 200 kilometer dat je aan het zwemmen bent, is eten tussendoor natuurlijk hartstikke lastig. Dus je kan het maar beter op voorraad hebben. Die andere twee kan je natuurlijk ook, als je er op dit moment in je stof zit en je hebt er toevallig verstand van, nou kan je daar ook dingen bij verzinnen. Het myoglobinegehalte zorgt ervoor dat bij een lage zuurstofspanning juist meer zuurstof beschikbaar komt. Dus op het moment dat jij aan het sporten bent, waardoor de zuurstofconcentratie lager wordt, gaat juist de zuurstofopname omhoog. Dus dat is handig. Dan kan er meer gebonden worden, moet ik zeggen. En die myofibrillen, ik zou echt niet weten dat een hogere dichtheid tot een hoger gewicht van spieren zou leiden. Dat wist ik echt niet. Dat staat in het correctiemodel. Misschien weet je dat wel. Dan had je dit antwoord ook goed natuurlijk. Maar kies vooral twee eigenschappen en licht dat toe. Maarten die zwom op een rustig tempo om het risico van op ophoping van melkzuur in de spieren zo laag mogelijk te houden. Stofwisselingsprocessen waarbij ATP gevormd wordt zijn glycolyse, citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforilering. Welke situatie is sprake van ophoping van melkzuur in de spiercellen? Melkzuur krijg je bij gisting. Dus als stoffen niet goed en volledig kunnen worden afgebroken omdat er anaerobe dissimulatie is. Binas. Tabel. Ik heb meerdere tabellen gebruikt, maar eigenlijk het meest logische is 68a. In 68a zie je een overzicht dissimulatie van glucose. En dan zie je bovenaan een hele grote blauwe pijl en daar staat glycolyse. En vanuit glycolyse wordt pyrodruivenzuur gevormd. En die pyrodruivenzuur, daar kunnen twee dingen mee gebeuren. Het gaat naar de citroenzuurcyclus of het gaat naar de oxidatieve fosforilering, waar het vervolgens aeroop wordt afgebroken. Dus de enige plek waar gisting eigenlijk plaatsvindt is na die glycolyse. Dus in welke situatie is er sprake van ophoping van melkzuur in de spiercellen? Ja, als die pyrodruivenzuur niet wordt omgezet, dan hebben we een probleem. Dus we moeten of de citroenzuurcyclus hebben of bij die oxidatieve fosforilering terechtkomen. Die aerobe verbranding, waarvoor je ook weer producten uit de citroenzuurcyclus nodig hebt natuurlijk. Dus we hebben proces 1 vindt plaats, maar 2 en 3 zijn niet snel genoeg om die pyrodruivenzuur te verwerken. Dus wanneer krijgen we ophoping van melkzuur? Proces 1 vindt meer plaats dan 2 en 3 en dat is antwoord A. Als je processen 1 en 2 zouden plaatsvinden, ja, dan zouden we geen melkzuur krijgen, want dan gaat die pyrodruivenzuur gewoon de citroenzuurcyclus in. Vindt proces 2 meer plaats dan 1 en 3? Dat kan helemaal niet, want er is dan niet genoeg pyrodruivenzuur om proces 2 te laten plaatsvinden überhaupt. En hetzelfde argument geldt eigenlijk voor antwoord D en E, waarom die fout zijn. Vraag 5, halverwege zijn eerste Elfstedentocht was Maarten het dieet van koolhydraatrijke energierepen en sportsnacks even zat. En toen werd er een pizza voor hem geregeld. Volgens mij gingen die beelden zo'n beetje de wereld over. Je moet er niet aan denken dat je zo'n topprestatie aan het leveren bent en dat je dan pizza gaat eten. Maar goed, hij had er zin in.
Over het verschil tussen vertering van triglyceriden en van zetmeel worden de volgende uitspraken gedaan. De vertering van zetmeel start eerder in het spijsverteringsstelsel. Is een stukje kennis, je kan het ook vinden in je Binance hoor, en die heb je voor de volgende sowieso nodig. Dat staat in tabel 82e. Dan kan je precies zien wat er allemaal waar verteerd wordt. En je ziet bijvoorbeeld dat zetmeel wordt verteerd bij de speekselklieren. En vetten komt pas een keer bij de alvleesklier lipase aan te pas. Dus dan hebben we pas vertering. Dus dat klopt. Eén klopt, het is eerder, het is in de mond. En vetten pas later als er in de alvleesklier, als er in de twaalfvingerige darm sap uit de alvleesklier bij komt. Dus dan pas gaan we echt verteren. Voor de vertering van tot opneembare producten zijn bij zetmeel minder verschillende enzymen nodig. Dat hangt er een beetje aan welk type zetmeel je hebt. Maar als je in datzelfde tabelletje kijkt, die 82e, dan zie je dat vetten hebben we nodig lipase. Punt. Zetmeel hebben we nodig amylase. We hebben nodig maltase. En we hebben soms nodig isomaltase. Dat zijn er meer. Zo simpel is deze vraag. Dus dit is onjuist. Bij zetmeel zijn er meer verschillende enzymen nodig. De laatste, een deel van de opgenomen verteringsproducten van triglyceriden wordt via een andere route naar het bloed vervoerd. Ik heb gezocht of ik dit in mijn Binance kon vinden. Het is een stukje kennis dat je moet weten dat die triglyceriden niet zo via de darmen in het bloed komen, maar die gaan via het lymfevatenstelsel. En dat kon ik nergens in de Binance vinden. Dus ik denk dat je dat gewoon moet weten. Ze worden verpakt en gaan via een andere route. Vraag 6. Voorafgaand aan de Elfstedentocht vrat hij een thermometerpil. En hij moet continu in de gaten houden of hij niet te veel afkoelde in dat water. Verschillende processen, aangestuurd door het autonome en het animale zenuwstelsel, zorgden er tijdens het zwemmen voor dat Maartens lichaamtemperatuur niet te snel daalde. Noteer zo'n proces dat direct wordt aangestuurd door het animale zenuwstelsel. Ik vond dit een beetje een gemene vraag, want hij is zo makkelijk dat je gaat twijfelen. Wat je moet weten is het verschil tussen het autonome en het animale zenuwstelsel. Autonoom, het woord zegt het al, is eigenlijk alles wat je lichaam vanzelf doet. Dus je ademhaling, je bloeddruk, je hartslagsnelheid, daar hoef ik niet over na te denken. Gaat autonoom, gaat helemaal vanzelf, volledig geautomatiseerd. Dat is het autonome zenuwstelsel. Het animale zenuwstelsel is dit wat ik de hele tijd aan het doen ben. Ik ben bewust aan het bewegen. De bewuste beslissingen die je neemt, reacties die je hebt, dat is het animale zenuwstelsel. En er wordt hier nu gevraagd naar het animale zenuwstelsel. Nou, hoe zorgt Maarten ervoor dat zijn lichaamstemperatuur niet te snel daalde? Hij beweegt. Er is spieractiviteit en daardoor blijf je lekker warm. Ook goed gerekend is rillingen. Zijn we alweer bij de laatste vraag van dit setje. Bij zijn eerste poging moet Maarten van zijn arts enkele kilometers voor dokken met water verlaten. En je ziet hier die foto's van zijn voeten. Dat zag er heel naar uit. Helemaal gerimpeld enzovoort. Dat is het resultaat van een reactie van het zenuwstelsel. En het zorgt ervoor dat de hoeveelheid weefselvloeistof in de huid afneemt. In afbeelding 3 is een haarvatennetwerk in de huid van een teen schematisch weergegeven. Twee bloedvaten zijn met P en Q aangegeven. De afname van de hoeveelheid weefselvloeistof in de huid wordt veroorzaakt door een verandering van filtratie in het weefsel. Deze veranderde filtratie wordt veroorzaakt door een toename van de spierspanning in een van de bloedvaten. Is de filtratie toegenomen of afgenomen? En in welk bloedvat heeft de toename van spierspanning plaatsgevonden? Vraag 7 moet je even goed kijken waar je nou eigenlijk naar kijkt. Wat je ziet is hier zijn de haarvaten. Dat betekent dat P een slagadertje is en Q een adertje. Wel goed om je te realiseren. We weten, hij kreeg van die gekke gerimpelde tenen, want er zit minder weefselvloeistof in. Dan kan je als je kijkt naar Binance 84G, dat het proces van het vormen van die weefselvloeistof, dat heet filtratie. Dus dat het uit het bloedvat geperst wordt en in een weefsel terechtkomt. Dus dat is afgenomen. Ik had het goede antwoord al geselecteerd. Dat maakt jullie leven wel heel makkelijk, hè, zo. Dus je weet, de filtratie die is afgenomen, want er is minder weefselvloeistof. Dan is niet de filtratie toegenomen, dan zou er meer weefselvloeistof zijn.
Moet nog bedenken, komt het nou omdat bloedvat P of omdat bloedvat Q is samengetrokken? We hebben een samengetrokken bloedvat, de spierspanning is toegenomen. Als in P het bloedvat samentrekt, dan komt er een kleinere hoeveelheid bloed hier bij dit haarvatennetwerkje terecht. En wordt dus de bloeddruk lager in dat haarvatennetwerk. Wordt er dus minder bloedplasma uit die haarvaten geperst om weefselvloeistof te worden. Dus P is wel heel logisch. Zou je bij Q samentrekken, dan komt er best veel bloed aanzetten. Dat kan hier niet verder, dus P blijft gewoon normaal. Q zou samentrekken, komt er heel veel bloed zo doorheen. Wat nog langer blijft hangen omdat dit is samengetrokken en waardoor de druk toeneemt. Als je hier een dam zou bouwen, stel dat het gaat over een rivier, dan neemt hier de hoeveelheid water toe en dus ook de druk. Dus dat is al met al de uitleg bij 7. Dus P trekt samen. Daar is de spierspanning toegenomen en de filtratie is afgenomen, want dat weten we omdat er minder weefselvloeistof is. Want dat staat in de tekst. Dus hoef je niet eens naar dit plaatje te kijken. Dat wat betreft deze eerste 7 vragen. Heb je nou nog meer vragen over dit onderwerp of andere vragen? Laat het vooral weten in de reacties. Wil je mij bedanken voor het maken van deze video's? Laat dan vooral een like achter en word abonnee, word ik heel blij van. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.